Nog een jubileum. Jongerendisco De Fuik uit Schaik bestaat 50 jaar. Dit heugelijke feit werd gevierd met een speciale jubileumdisco voor de jeugd en een feestelijke receptie. Rapper Jesser R. trad op. We staan hier in de piramide bij de eerste discoavond van het nieuwe seizoen van Disco De Fuik. En naast me staat hier Pieter van der Linden en Janneke van Zummeren. Allereerst Pieter, eventjes terugblikkend op het vorig seizoen. 50 jaar bestaan, kun je daar nog iets van vertellen? Ja hoor, zeker Willy. We hebben het afgelopen seizoen dus 50 jaar bestaan gehad van De Fuik. Dat is een heel mooi seizoen. Op het hoogtepunt van het seizoen. Dat was de optreden van Jesser. Toen het eenmaal zover was, stond er een hele lange rij kinderen voor de ingang. Ja, iedereen wilde natuurlijk Jesser zien. En ja, Jesser kwam dus optreden en dat was een geweldige avond. Hoeveel kinderen waren er die avond? 175 kinderen waren er gekomen. Dus dat is echt een hele topavond was geweest. En ja, kinderen praten nog heel lang na over die avond. Party people, Jesser en Susie mee! De jongens staan voor die. We rappen hier jullie. Het vroeger en het geeft geen ene moer. Want het is Arie, het Jesse, het Body. Zijn we klaar voor? Alle laatste druk. Of ben ik aan het dobben, want ik straks weer is gebeurd. En als het dan zo is, geef me alsjeblieft een smek. Want dan ben ik de lul en heb ik wel te veel gezegd. Boom, tja, karagas. Dan gaan we met z'n allen nog even lekker knallen. Dan gaan we weer ballen. Later hebben we een receptie gehad voor het 50-jarig bestaan. Op een gezellige, druk bezochte receptie is er geweest. Ja, veel oud-leden, oud-leidingleden en oud-bestuursleden waren langsgekomen. Ja, iedereen vond het natuurlijk heel leuk om elkaar weer te zien. Dus die hebben elkaar al tientallen jaren niet gezien. En op het eind hebben we nog voor alle leidingleden een gezellig etentje gehad en een feestavond. Oké, prima. Naast me staat dan de nieuwe voorzitter van de stichting. Ja, sinds april. Sinds april, Janneke. Ja, net na de receptie, zeg maar, of het jubileum van De Fuik is de bestuurswisseling geweest. En ik en samen met Janneke Geurt van Kessel zijn de twee nieuwe bestuursleden. Patrick Schol en Harold van den Kamp die zijn afgetreden. Heb je ook voor het nieuwe seizoen nieuwe leidingleden? Ja, we hebben tot nu toe twee nieuwe leden. Tessa Remmets en Michelle van der Boom. En nou, hartstikke leuk. Enthousiaste meiden die vinden het hartstikke leuk om mee te komen draaien. En als er nog meer mensen zijn die daar interesse in hebben, die zijn ook van harte welkom. Ja. Prima. Janneke, vooral bij de disco is het leuk natuurlijk gewoon, daar vinden de kinderen leuk, activiteiten. Wat hebben we dit jaar op het programma staan? Nou, we proberen elk jaar weer nieuwe dingen op het programma te zetten. Soms komen er ook dingen terug die voorgaande jaren ook geweest zijn. We hebben in oktober bijvoorbeeld een Halloween party. En nu is bijvoorbeeld de dating disco die ook in dit eerste half jaar terug gaat komen. In winter hebben we een winterwonderland. En we hebben jaarlijks ook de Sinterklaas disco. Ik zag vanavond iets speciaals. Ik zag ouders binnenkomen. En er stond ook bij door de uitnodiging dat de ouders even mochten kijken. Is dat nieuw? Niet nieuw, maar wel nieuw dat het nu helemaal aan het begin van het seizoen is. De ouderinfoavond, zoals we dat noemen.
En we geven nu de ouders de gelegenheid om even te komen kijken waar hun kinderen terechtkomen, zeg maar. En ja, waar ze de hele avond plezier maken. En doen we ook altijd alleen maar aan het begin van het seizoen. En voor de rest zijn de ouders dan ook eigenlijk niet meer welkom. Ze mogen ze komen brengen en komen halen, maar niet meer binnenkomen. Nee. In ieder geval, ik denk dat het allemaal heel leuk wordt. Een geslaagde avond doen. Want het is 1 keer in de 2 weken, hè? Ja, we proberen het 1 keer in de 2 weken te doen. De themaavonden af te wisselen met de gewone discoavonden. Soms komt het niet helemaal goed uit, dus dan hebben we een uitstapje moeten maken, zeg maar, op de kalender. Maar voor iedereen die het programma nog niet zo goed in zijn hoofd heeft, buiten bij de piramide aan de gevel, daar hangt het bord met het hele programma. Dus als je wil weten wanneer het is, nou, dan kun je gewoon buiten komen kijken en dan hoef je ook helemaal niks te missen. Laatste vraagje nog. Is het alleen voor Schaikse kinderen? Nee, in principe zijn kinderen uit de regio zijn welkom. Vanaf groep 7 zijn ze eigenlijk van harte welkom. Mogen ze gewoon binnenkomen. Ja. Hey, hartelijk bedankt en veel succes, hè? Dank je.